Ik sta hier in het theaterhotel met 822 stoelen. En zoals jullie zien staan die stoelen allemaal leeg. En de jeugd van Almelo, en dat is de bedoeling, gaat hier samen in een stadstheaterploeg, een productiehuis, deze stoelen allemaal vol spelen. Ja, ik kan niet alleen, ik sta hier helemaal alleen. Ik heb daar allemaal jongeren voor nodig. En die jongeren die, zouden eigenlijk de leeftijd tussen de 15 en de 25 moeten hebben. Want voor die jeugd is er heel weinig aan theateropleiding. Wat ik ga doen is de jeugd trainen. Om op deze manier alle kneepjes van het theatervak te leren. En hoe mooi is dat? Dat dat hier mag in het theater van Almelo. De moederschoot van het theater van Almelo. Waar je alle faciliteiten hebt. Zodat jij alles kan leren over theater. En ik heb de eer dat ik dat mag doen. Dank aan Esther Hammink. En hoe komt het dat jij zo begaan bent met theater? Wat is jouw achtergrond hierin? Dat ik begaan ben met theater. Theater ben je of ben je niet? Ik ben theater. Ik kan ook niet zoveel anders hoor. Ik ben opgeleid in theater. Ik heb jaren in theater gespeeld. Ik heb getoerd. Ik heb geregisseerd, gespeeld, gezongen. Ik heb licht, muziek, zang gedaan in Hilversum. Ik heb de theateracademie gedaan in Arnhem. En dat doe je omdat jij alsmaar meer wil weten van de vak. Maar na al die jaren toeren en zelf spelen en regisseren. Bekend in Almelo, toen en nu in het Verzet kraakt. Is het tijd om het nou eens aan die Almeloze jeugd over te dragen. Goh ja, ik word ook een jaartje oud tenslotte. Hè? Straks kan het niet meer, moet een andere doen, toch? Ja, je moet een keer beginnen, hè? Ja, sowieso. En je was ook bekend met het theatervak dat je gaf op het Erasmus. En heb je daar al veel mensen die daar gezeten hebben warm kunnen maken voor wat jij nu doet? Ja, op het Erasmus heb ik 14 jaar lang drama gegeven. En zeker veel in kunstgeschiedenis. Is daar de kunststroom heb ik daarmee helpen opzetten. En dat is nou een derde van de school, is kunst. Dat is hartstikke leuk. Waarom ga je daar dan weg? Ja, op een gegeven moment ga je andere dingen doen. Ik had een masters over interdisciplinair onderwijs gedaan. En ik dacht van, laat dat eens ten uitvoer brengen. Maar het hart gaat toch waar het niet gaan kan. Of in dit geval kan het er gaan. Die jeugd die ik toen heb opgeleid, die meldt zich ook weer aan. Een deel daarvan natuurlijk. En dat is hartstikke leuk. Wat zo mooi daaraan is dat die al de basisvaardigheden hebben geleerd. Dus dat die instap, de kwaliteit gelijk wat hoger kan zijn. En dat is superleuk natuurlijk. Hoe kunnen de jeugd van Almelo, hoe kunnen zij zich aanmelden? Maar je kan natuurlijk altijd naar de stadstheaterploeg @gmail.com mailen. Doe dat vooral en schroom niet. Het is niet eng, het is leuk. En vind je het wel eng, dan leer ik jou dat het helemaal niet zo eng is. Daar ben ik natuurlijk ook theaterdocent voor, om dat aan mensen te leren. En op welke avond ga je dat doen? Ik ga dat doen op dinsdagavond voorlopig. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, maar we beginnen op dinsdagavond. Ik maak ook geen onderscheid in leeftijden. Ik ga niet de ploeg van 15 tot en met 17 doen en 17 tot en met 19 of zoiets. Want we hebben een theaterploeg, een productiehuis zoals het heet. Een productiehuis, dat is een club mensen die producties maakt, hè, theaterproducties in ons geval. Dus we gaan ook zelf maken. Naast, eventjes terzijde, naast dat we natuurlijk met kerst bij Scrooge gaan aanhaken. En volgend jaar Oliver Twist gaan doen, gaan we natuurlijk ook onze eigen producties maken, waar je heel veel van leert, maar wat ook ontzettend leuk is, want dan ben jij eigenaar van die productie. En dat is super gaaf om te doen.